Wij denken, dat is altijd ons beleid geweest, we denken dat het op zichzelf bezien goed is als in een bancaire sector, net als in de rest van de economie, als daar vernieuwing optreedt. Maar we zijn, en dat was de ondertoon van die reactie, we zijn wel voorzichtig. Je moet zich goed realiseren als je nieuwe bedrijven begint, 1 op de zoveel van de starters, hoeveel zijn er, die halen de 5 jaar niet. Dat willen we bij banken niet. En dat betekent dus dat we toch vrij kritisch zijn voordat we een bank verlof geven, een nieuwe bank verlof geven om op onze markt te gaan opereren. Dat betekent dat we duidelijke eisen ten aanzien van het kapitaal stellen, meestal kan dat nog wel gevonden worden, maar ook duidelijke eisen ten aanzien van bedrijfsplannen. En dat we geloof moeten hebben in de viability van die bedrijfsplannen. Dus we juichen nieuwe instellingen juichen we toe. Dat is goed voor de concurrentie. Maar gelet op het feit dat het niet makkelijk is om in zo'n markt binnen te dringen, en nieuwkomers altijd een wat riskanter gedrag op basis daarvan bijna wel moeten vertonen, letten we ontzettend goed op als dit plaatsvindt.